God, ik bezin uw machtige. Parshat Devarim. Niet alleen Parshat Devarim, maar Sefer Devarim. We beginnen deze Shabbat met het vijfde boek van de Torah, Devarim, Deuteronomium. Het is altijd op de Shabbat voor Tisha B'Av dat we deze sitra lezen. En dit jaar is Tisha B'Av op deze Shabbat. Dus de vastendag, als Mashiach nog niet gekomen zou zijn, wordt een dag verschoven naar zondag. En deze Shabbat heet dan Shabbat Chazon, de dag van het uitzicht op de toekomst dat de Mashiach zeker zal komen. Ele HaDevarim, dit zijn de woorden. En de Rebbe staat stil bij deze opmerking. Ele HaDevarim. Ele is eigenlijk iets heel positiefs. Het straalt, het is iets nieuws. Ja. En dan komt de Rebbe met een heel origineel idee. Hij zegt, het dienen van Hashem, dat moet eigenlijk altijd gebeuren fris. Het moet weer steeds nieuw zijn. Maar hoe kan de mens dat opbrengen? En dan zegt de Rebbe, ja, eigenlijk als je daarbij stilstaat, s'avonds gaan we slapen. We slapen een aantal uren. En dan worden we weer wakker. Maar de vraag is, waarom heeft God ons zo in elkaar gezet dat we moeten slapen? Het is toch zonde van de tijd? Wat hadden we in die tijd niet kunnen doen? Men zegt tegen me, nee. Als we slapen, dan verfrist het lichaam zich helemaal. En ook de hersenen worden op positieve manier gehersenspoeld. En als we dan wakker worden, dan zijn we helemaal fris weer. En dat kunnen we weer tegen. Dat is Ele HaDevarim. Dit zijn de woorden, steeds nieuw. En opmerkelijk dat de Rebbe deze verklaring geeft, juist op de Shabbat van of voor Tisha B'Av. Dat houdt in ieder geval de moed erin. Het begint dus met het lezen van het vijfde boek. Ik weet, ik heb het al eerder opgemerkt, maar het is toch de moeite waard om dat steeds weer opnieuw op te merken. Het boek Devarim bestaat uit 10 sidrot. En elke sidra staat voor 1 van de 10 eeuwen in het laatste millennium voor het jaar 6000. Waar we dus nu ruim in zitten, 5775. De Wilde Gaon, beroemd halachist en kabbalist, 2 eeuwen geleden leefde, die zegt dus dat elke sidra staat voor 1 eeuw. En dan is de vraag, in welke sidra bevinden wij ons dan? En het antwoord is, in het Tsavim Vayelech, in die sidra. En wat wordt ons daar in die sidra door Moshe voorspellend meegedeeld? Ik lees u dat voor. Moshe vertelt ons, en het zal zijn, wanneer al deze dingen over jou zijn gekomen, en al deze dingen zijn al die rampen die daar in de Torah worden genoemd, te midden van de volkeren naar welke God jou heeft verstoten. Er is al een punt om ergens Israël binnen te gaan. Maar Moshe spreekt over te midden van volkeren naar welke God jou heeft verstoten. Dan zul je tot God terugkeren, naar zijn stem luisteren, jij en je kinderen, met heel je hart en heel je ziel. En God zal jou terugvoeren, verzamelen vanuit de volkeren. En hij zal jou brengen naar het land dat je voorouders hadden geërfd. En jij zult dit dan blijvend in bezit nemen. Moshe schrijft 3300 jaar geleden, 33 eeuwen geleden, over de terugkeer naar het Joodse land vanuit de diaspora. Over de terugkeer naar Gods Torah en Gods geboden. En verbijsterd bijna vraag ik mij af, zijn het gebeurtenissen die in deze eeuw, Joodse eeuw, plaatsvinden? Is het zo dat u en ik daarvan getuigen mogen zijn? Ja, ik ben geneigd deze vragen met ja te beantwoorden.
En daarbij aansluitend de opmerking. We beginnen het boek Devarim, Deuteronomium, altijd dus op de Shabbat van of voor Tisha B'Av. De meest droevige Shabbat in het Joodse jaar. En wanneer eindigen we dit boek? Op Simchat Torah, de meest vreugdevolle dag in Sjoel van het Joodse jaar. Licht aan het eind van de tunnel. Die gedachte ook voor deze Shabbat meenemen. Maar eerst gaat dus de Shabbat afkomen als het Mashiach niet voor die tijd is gekomen. En we zullen uitgaande Shabbat en zondag Ega lezen, het klaaglied van Jeremia. En Kinot, klaagliederen. Aangrijpende teksten. Ook teksten over de Tweede Wereldoorlog. Eén tekst die we 's avonds uitspreken, geschreven door Rav Shlomo Halberstam, de Rebbe van Bobov. Ik lees u iets van de vertaling daarover voor. Toen Duitsland ons volk vernietigde, de wreedheid, honger en dorst. Als vee werden zij naar de slacht gebracht. Onder het uitroepen van Shema Yisrael gaven zij hun ziel aan hun schepper. Het bloed van kleine kinderen roept vanuit de aarde tot u. Omvermt u ons en over hen die overbleven. Herbouw uw tempel. En de beroemde Rav Schwab, die schrijft, hij, God, die gedenkt hen die aan hem denken. Mogen hij gedenken dat derde van ons volk, gedenk hun lijden, levende God, heb medelijden en laat een nieuw licht voor ons schijnen. Dat zijn enkele citaten uit die kina, het ene klaaglied en het andere klaaglied, dat deze twee bijzondere mensen, heren, rabbanim, hebben geschreven. Aangrijpend dus. En toch soms een gevoel van, noem het trots, van bijzonder gedrag. Ik lees u voor. Jonah Emanuel, de familie kwam uit, meen ik uit Duitsland, heeft in Nederland gewoond. Ik heb hem ook gekend. En uiteindelijk is die familie naar Israël getrokken. Jonah Emanuel vertelde altijd wat over de parasha. Maar hier vertelt hij het volgende. Het was Tisha B'Av 1944 in Bergen-Belsen. In dat kamp. En op die dag werd er geen eten gegeven. Zelfs de meest jonge kinderen en de zieken en de ouderen kregen niets. Waarom? Mijn moeder, vertelt hij, we hebben een zusje, Batia, was 3,5 jaar oud. En dan kwamen er twee kapo's en die hebben gezien dat mijn moeder voor haar dochtertje pap aan het koken was. Ze is gearresteerd en er kwam een rechtszaak. En bij die rechtszaak kon ze zich verdedigen. Haar kleine dochtertje, dat moest toch dat gegeten zou worden. En de rechtszaak is voorgekomen, maar was binnen de kortst mogelijke tijd voorbij. En ik vroeg, vertelt Jona Emanuel, ik vroeg aan mijn moeder, waarom heb je niks gezegd? Waarom heb je je verdedigd? Want ze is veroordeeld tot een aantal dagen zonder eten. En ze zei, die rechtbank die kapo's hadden ingesteld, dat waren Joodse mensen. Joodse rechters of Joodse figuren. En er was iemand die schreef alles op. Maar het was vrijdagavond. En ieder woord werd door een Jood opgeschreven. Daarom ben ik stilgebleven. Het is beter om een paar dagen hongerig te blijven dan de oorzaak ervan te zijn dat een Jood op Shabbat zal schrijven. Die omstandigheden wat mensen hebben weten op te brengen. Ja, ik noem het toch een
een Joodse trots. Waar we trots op mogen zijn. Dit jaar, omdat die Shabbat verschoven naar zondag is, hebben we niet de treurige Soedam of Seket, afscheidsmaaltijd met op de grond zitten en het eten van een hardgekookt ei met wat as erbij enzovoort. Maar als we het toch over een ei hebben, dan vertel ik u de volgende geschiedenis, die tegelijkertijd ook ons leert hoe we met elkaar moeten omgaan en wat hopelijk de komst van de Mashiach en de herbouw van de tempel zal bespoedigen. Er was een Joodse man die uit Europa na de oorlog geïmigreerd is naar de Verenigde Staten. Hij had eigenlijk geen vak. Hij is in een eierhandel komen te werken, maar dat was allemaal zo prettig niet. En toen heeft hij besloten om een eigen bedrijfje op te zetten en eieren te verkopen. Dat was niet eenvoudig, maar gelukkig had hij een hele goede klant en die kocht elke week een hele doos vol eieren. Nou, dat heeft hij dan weer bij op dat adres gebracht. Daar op de vestibule of de trap heeft hij dat neergezet. En toen hij buiten kwam, toen vroeg men hem, kunt u alsjeblieft binnenkomen? We hebben hier een stibbel en een sjoeltje, maar we hebben een man te weinig. Kunt u even minion komen maken? Nou, natuurlijk. Dus hij is daar binnen. En dan ziet daar iemand binnenkomen met die grote doos van eieren die hij daar net bij iemand had neergezet. En tot zijn stomme verbazing ziet hij dat die persoon na afloop van de dienst bij de mensen in shul rondgaat en ze allemaal eieren uitdeelt. De eieren die hij daar gebracht heeft, maar ik begrijp niet wat is dat, is dat een plaatselijke gewoonte of zo? Wat gebeurt hier? Dus hij is naar die persoon toegegaan. Hij zei, meneer, mag ik u vragen, wat is dat hier gebeurt? Zegt die man, die niet wist dat hij de eierhandelaar was, die man zegt, ja kijk, er is hier iemand in de omgeving, is een eierhandelaar en verdient niet veel. En de vrouw van de Rebbe, ik meen het is van de Square Rebbe, dus de Square Rebbe-ziens, die heeft daarvan gehoord. Die is wat gedaan heeft. Ze heeft bij hem, bij die eierhandelaar, elke week een grote doos eieren besteld, die ze helemaal niet nodig heeft. En die wordt bij mij neergezet. En heeft ze tegen mij gezegd, verdeel die eieren nu maar onder de mensen die dat nodig hebben. Zorg voor de ander. Indenken wat de ander mist. En daarin voorzien. Als wij dat doen, wij begrijpen wat een ander mist. En daarin willen wij voorzien. Alsjeblieft, Kodesh Baruch Hu, weet waar u ons in moet voorzien. In de verlossing. Verlossing voor ons. Verlossing voor de hele wereld. Laat dat nog voor Shabbat. Deze Shabbat zijn. Dan is het een echte Shabbat Chazon. Het Shabbat van dat, van die bevrijding, die verlossing die ons getoond zal worden. Bimera v'yameinu. Shabbat shalom. Het is tijd dat u ons redt. Het is tijd dat u ons redt. Voer uw volk uit ballingschap in Gaiut verbannen lang. Geest en ziel, Jeruzalem, klinkt daar spoedig ons gezang. Yarimbah.